ga vandaag mijn best doen en ik hoop natuurlijk hetzelfde resultaat als vorig jaar. Ik hoop natuurlijk terug te kunnen winnen. J'aimerais une troisième victoire évidemment, ce serait vraiment magnifique après 2005 et 2006 couronner 2007 avec une troisième victoire. Voor onze ploeg, we zijn met 280 mensen ingeschreven. Ik moet zeggen, de ervaring leert dat de laatste jaren dat we eigenlijk altijd vrij scherpe tijden hebben gelopen. Want er wordt een soort generale of een algemene tijd genomen van alle lopers bijeen. En door het feit dat we eigenlijk met een deel van die 280 mensen heel straffe lopers zitten, eindigen wij qua ploeg dan echt wel vaak hoog bovenaan. Dat heeft echt niks met mij te maken. Het heeft enkel alleen te maken met dat er een paar echt heel straffe lopers bij zitten. En die trekken dat gemiddelde heel fel omhoog. En daardoor eindigen wij eigenlijk met de Stubru Nike AB team eigenlijk altijd wel vrij hoog bovenaan. Al de bandjes en zo, die waren het plezant. Dat geeft een swing eraan, mensen met de steel drums en de trommels, echt zo zalig. Ja, voor mij is vorig jaar heb ik terug meegedaan, maar ik ben eigenlijk in 92 daarmee begonnen. Dus 92, 93 en 94 heb ik, zelfs voordat ik triathlon deed, daarmee begonnen. En voor mij is dat leuke nostalgie. En ik vind het een heel mooi parcours. Dus, het is voor mij is dat nog eens een ideale training voor de triathlon ook. Dus, Bij Bruxelles, c'est toujours une très chouette ambiance. Il y a des gens partout, de la musique partout. J'étais très concentrée pour toujours courir relax. Et tout s'est très très bien passé. Ja, er was weer veel volk langs de kant, dus dat was wel tof. En er herkenden mij ook meer mensen dan ik gedacht had. Dus ze hebben mij constant zitten aanmoedigen. En dat was wel leuk natuurlijk. Dus het was een hele leuke dag. Super als je aankomt gelopen en je ziet die hoge torens en je hoort die luide muziek, want het stond echt wel luid. Je ziet die Nike-tekens, enjoy your trip, of ik weet niet meer juist wat er stond eigenlijk. Ja. Het is uitgeput om dat te kunnen meemaken, maar het is super als je dat ziet, als je die muziek hoort. Het is echt aanmoedigend. Ja. Lisez la musique pendant le parcours, pourquoi en fait? Tout simplement parce que écouter de la musique ça, pendant le parcours, ça me permet d'avoir l'impression que le parcours passe, ou le temps passe plus vite. Et puis à certains moments aussi, quand ben, ça devient plus dur, certains rythmes, certaines musiques me donnent un peu plus de courage et donc ça me permet d'avancer. Ik plus een heel goed concept. Ik heb zelf de schoenen aan, steek er gewoon een chipje in, iPod thuis, je kunt alles aansluiten, je ziet perfect hoeveel, welke tijd dat men gelopen heeft, echt heel goed.